is Job hier, aka de Tuber. Welkom terug bij deze nieuwe video. Ik kan wel zeggen dat ik excited ben. En dat ben ik niet zomaar, dat ben ik met een hele goed onderbouwde reden. Maar voordat ik daarop verder ga, like de video binnen 3 seconden voor extra geluk in dit mooie 2019. En wat gaan we vandaag doen? Wij zijn een triljonair. We begonnen natuurlijk als armen, toen gingen we door naar miljonair, toen werden wij een biljonair en momenteel zijn wij een triljonair. Ik weet niet wat ik met al dat geld moet. Misschien moet ik er maar gewoon een huis van laten bouwen. Niet dat ik het geld betaal voor iemand die een huis bouwt. Nee, letterlijk. Ik bouw van het geld een huis. Van de stapels geld bouw ik een huis met een schuur en een oprit en een tuin en alles. En er is hier een hele blije biljonair voor mij. Ik heb er hartstikke veel zin in, jongens. En ik kijk er naar uit om hier een hele toffe video van te maken. Om mee te beginnen. Wij kunnen nu eindelijk dit hier vrijkopen. En tot de dag van vandaag weet ik niet wat het is. Ik weet niet wat het gaat doen. Maar ik weet wel dat het duur is. 200 biljoen om precies te zijn. Jullie hadden er zin in. Ik heb er zin in. We hebben er allemaal zin in. Dus 3, 2, 1. Let's get it! Let's get it! Wat? Ik liet een scheet met mijn mond. Ik liet een scheet met mijn mond uit verbazing. 29 seconden moet je wachten. En daarvoor krijg je 25 biljoen. Dus als ik hier nu op ga staan. Dus als ik op deze mega rode knop druk. Krijg ik 25 biljoen revenue. Dus dat is zeg maar het geld wat ik verdien. Binnen 29 seconden. Dat is bizar. Let's go. No. Wacht even. Are you freaking serious? Dus elke keer dat ik op deze knop druk, krijg ik 25 biljoen. Dat is gewoon alsof er een knop in je woonkamer staat. En iedere keer dat je daar naartoe loopt, wordt er gewoon 1000 euro op je bankrekening gestort. Like, heb ik een manier om te laten zien hoe snel ik zou drukken? Zo snel zou ik drukken, probably. Like, dat is gewoon een fortuin aan Robux wat ik daarmee kan kopen. En waarom moet ik altijd geld in combinatie met Robux zien? Ik moet daar echt eens een keer mee stoppen. Mensen denken echt dat ik eraan verslaafd ben. Het is heel erg. Maar in ieder geval, we hebben bijna gewoon... Oh, dit is echt niet gezond meer, jongens. Even serieus. Dit is echt niet gezond meer. Dus iedere keer dat we drukken, hebben we 25 biljoen. En wat kun je daarmee doen? I don't know, een eiland kopen, een vliegveld laten bouwen, 20 vliegtuigen kopen. Het houdt niet op, jongens, echt niet. Maar goed, met die knop ben ik in ieder geval heel erg blij. Laat ik dan gelijk deze even gaan upgraden, dat kan ik een aantal keertjes doen. Oh my gosh. Iedere 43 minuten verdien ik hier gewoon 66 triljoen aan. Ik denk dat ik klaar ben. Ik denk legit dat ik klaar ben. Ik kan sowieso niks meer openkopen als ik zo kijk. Er is niets nieuws wat ik kan ontgrendelen. Geen nieuwe winkel, geen nieuwe fabriek, geen nieuwe manager voor een bepaalde fabriek. Het zou wel leuk zijn als je je manager zeg maar zou kunnen uitbreiden. Dat je bijvoorbeeld een extra manager koopt voor ieder bedrijf wat je hebt staan in je dorpje. Zodat de duration, dus de lengte van de tijd dat je moet wachten, vermindert. Omdat je dus meerdere werknemers erop zet. Natuurlijk! Almost for Goddy. Almost for Goddy. Wij kunnen naar de freaking maan. En daar heb ik heel erg veel zin in. Overigens, hetgeen waar ik super graag wil achterkomen. Is hoe de beste man Sniper Pro 999999. Wat een naam. Het voor elkaar heeft gekregen om alles goud te maken. Dat is sowieso iets waar ik naar streef. Om dat ook te laten lukken. Hoe die dat heeft gedaan, I seriously don't know. Maar wij gaan eerst naar de maan. Het is heel raar om te zeggen, Dutch Tuber naar de maan. In realiteit zou ik als allereerste mijn vlogcamera meenemen. Om een echte, niet zwaartekracht hebbende vlog te maken. Zou mij in ieder geval een super tof idee lijken. Maar eerst unlocken wij de raket. Let's go. We kunnen letterlijk naar de maan reizen. Wanneer ik nu op deze mooie groene knop druk. 3... 2, 1. Yo! Luister! We kunnen letterlijk een nieuw dorp aanleggen op de maan.
Like, ik dacht dat ik klaar was. Ik zei het de vorige video al. Ik denk legit dat ik klaar ben. Ik heb alle fabrieken. Ik heb alle winkels, alle bedrijven. Ik heb overal een manager voor. En nu heb ik dus ook die knop ontgrendeld. Dus ik dacht eigenlijk dat dit een extra korte en ook gelijk de laatste aflevering zou worden van Millionaire Simulator. But no, it isn't. Want ik heb namelijk het voor elkaar gekregen om naar de maan te reizen. En probably gaan we hier dus weer een nieuwe... Ah, natuurlijk. Je moet hier ook weer helemaal opnieuw beginnen met geld verdienen. Ah, dit is net zoals met Pet Simulator. Dat je één gedeelte hebt waar je normaal geld kunt verdienen. En waar je normale eieren kunt kopen. En dan heb je één gebied op de maan waar je mooncoins moet verdienen om maaneieren te kopen. Dat is super slim, want zo blijft het spel namelijk interessant en ben je langer bezig met erin te spelen. Laten we beginnen met ons eerste bedrijfje. Wat het dan ook mag voorstellen. Waar we overigens wel al een snelle $30 mee hebben verdiend in 2 seconden tijd. Super chill. Ik ben wel benieuwd hoor. Heb je hier dan ook een soort van exclusieve maanshop? Waar je alleen... Yo. Yo. Ik zie daar een auto staan. Is dat een soort van mooncar toevallig? Is dat iets wat ik zou kunnen kopen? Wat? Dit is gewoon een trampoline. Woe! Super chill. Maar is er dan ook een soort van... Er zijn maaneieren. Er zijn freaking maaneieren. Oké, like, ik wil gelijk weten hoe duur het is. Oh, dat is super duur. 3 diamanten. En ik heb er nog ineens 1, dus ik ga er niks mee kunnen. En deze? Bijna 2.500 Robux. En dan krijg je waarschijnlijk een of andere mythologisch maanwezen. Waarschijnlijk is het een alien. Waarschijnlijk is het een alien die je uit het ei kunt krijgen. Oh, ik wil het zo graag doen, jongens. Maar dan ben ik al mijn Robux kwijt in 1 klap. Ah, ik wil het zo graag doen, maar het is eigenlijk gewoon echt te duur. Ah, balen. Wacht eens even. Ik zou die diamanten op zich kunnen bemachtigen als ik een quadrillion munten heb. Maar dat is echt bizar veel. Dan zou ik alles moeten gaan verdubbelen, et cetera. Maar het zou op zich moeten kunnen. Maar like de video als jullie willen dat ik dit alien huisdier koop. Mij lijkt het super vet, maar het is wel heel erg duur. Hebben ze hier ook een shop misschien? Yo, je kunt hier gewoon een buitenaardse manager kopen. En hier is de moonshop. Wacht. Wacht, wat? Oh, wacht. Misschien moeten we gewoon hier nu drukken op shop. Nee. Hè? Moonshop. Waarom? Ik kan er niet in. Ik kan er letterlijk niet... Ik kan er niet naar binnen. Als ik er tegenaan loop, dan word ik omhoog gebalanceerd. Maar goed. Oké. Okay. Laten we het gewoon even simpel aanpakken. Laten we er eerst even voor zorgen dat we de boel upgraden. En dat we opnieuw beginnen met het dorpje wat we dus nu niet op de normale wereld hebben. Maar op een... ja, dat is heel raar om te zeggen. Dit is dus niet op de wereld. Dit is legit niet op de wereld. Dit is op de maan. En de maan is niet de wereld. Dus dat is op zich al best wel heel erg apart. Maar goed, we gaan lekker de boel upgraden. Hopsakeetje, kablam. En als we dan zometeen onze eerste 700 hebben. Dan kunnen wij, als het goed is, een manager inhuren voor dit bedrijfje wat wij nu op de maan hebben gesticht. Dat is echt super raar, jongens. Een bedrijf op de maan. Wie kan dat nou weer zeggen? Zo van, hé, maar ja, oké, waarschijnlijk zijn er wel mensen die dat kunnen zeggen, maar niet heel erg veel YouTubers die kunnen zeggen, mijn naam is ja, en ik heb een bedrijf op de maan. Een pop-up store met DutchTuber merchandise op de maan. Kijk, hier hebben wij onze allereerste manager en hij rent alvast naar ons bedrijf toe. Hé, hey, hij laat gewoon even een cadeautje vallen. Nou, die pakken we mooi achter zijn kont op. Ja, ik wil dus eigenlijk even kijken. Want het valt mij op. En dat is wel heel erg apart misschien. Maar dat je dus hier helemaal geen speciale maanaanbiedingen hebt. Ik had namelijk gedacht dat je dat wel zou hebben. Maar als ik dit zo meteen zou halen, dan heb ik dus weer 3 keer zoveel muntjes. Alleen heb ik daar nu niet heel erg veel aan. Want ik ben nog niet zo heel erg rijk hier. Ja, wat zou ik wel kunnen kopen? Er is eigenlijk van alles natuurlijk wat ik kan kopen. Alleen, ik ga nog even rustig aandoen. Ik wacht het allemaal nog even af. Ik vind het alleen wel jammer dat die maanwinkel het niet helemaal doet naar toebehoren. Ik heb... Oh, dit kan ik al kopen. Hey, de eerste winkel, jongens. Kijk eens aan. En we verdienen daar $350 per 7 seconden mee. Dat is op zich best wel heel erg veel. En we kunnen hem op zich ook al gelijk even gaan upgraden. De volgende winkel, die kunnen wij ook al openen. Yo, dit is zo dope.
Dit is gewoon een soort van onderzoekslaboratorium op de maan. En iedere keer dat wij daar de inkomsten van werven, krijgen we daar $33.000 voor. Super chill. Hoeveel hebben we eigenlijk nodig voor die nieuwe manager? Dat was 10.000 geloof ik, of niet? Of 7.500? Not sure, maar ik ga hem wel nodig hebben. Ik ga zeker de benodigde arbeidskracht... Oh, 22.500! Oké, daar zijn we nog een tijdje mee bezig, I guess. Of ja, het gaat eigenlijk best wel snel. In de tijd dat ik het jullie vertelde, heb ik alweer 5.000 erbij verdiend. Dus het gaat allemaal, allemaal naartoe behoren. Zo, dan moeten we hierop wachten. 28 seconden. Nou, dat is prima te doen. Laten we dan gelijk deze hier openen. Oh, nee, dat kan niet! Bijna 8,5 biljoen hebben we daarvoor nodig. Ja, soms zie je een getal en dan denk je in duizenden euro's, right? Dus dan zie je 8,3, dan denk je, oh, dat is ongeveer 8,500. En dan zie je die B staan. En dan besef je je eigenlijk hoe ver je van huis bent. Letterlijk trouwens, ik ben op de maan. Ik ben zo'n beetje in een aantal lichtjaren van aarde verdwenen. Dat is een geintje. Maar in ieder geval, we gaan lekker verder. We kunnen deze wel kopen. Of gaan we eerst een manager kopen? Laten we verantwoordelijk spelen en laten we eerst een manager kopen. Dat lijkt mij een verstandig idee, zodat wij het werk een beetje uit handen geven. De manager was 22.500, inderdaad. Hopzakeetje. Zie hem rennen, jongens en meisjes. Hij heeft er zin in om in DutchTuber Inclusive zijn baan tegemoet te lopen. Nee, ik ben dus wel benieuwd. Ik wil zo graag weten wat voor pet, wat voor huisdier... je krijgt wanneer je die 3000 Robux levert. Ik wil het super graag weten. Maar tegelijkertijd ben ik dan wel ongelooflijk veel geld kwijt. En dat is natuurlijk wel zonde. We krijgen nu in ieder geval al $8000 per seconde. Dus we zijn super lekker bezig. Laten we ook gelijk hier even gaan werken. En de bol natuurlijk even upgraden. Lijkt me een verstandig idee. Oh, we krijgen nu al gewoon 700.000. Nog even en we pakken 1 miljoen per halve minuut. Hij is level 21 namelijk op dit moment. Oké, dus hoe duur is de volgende manager? We hebben namelijk nu 2 managers voor alle 2 onze maanbedrijfjes. Als jij nou een winkel zou mogen openen op de maan. Dus gewoon een winkel, een bepaald thema. Een restaurant of een snackbar mag ook. Wat voor soort winkel zou jij openen op de maan? Ik zou sowieso een intergalactisch pannenkoekenhuis openen. Met gewoon onbeperkt pannenkoeken eten voor 20 maanmunten. Dat is een mooie, toch? Met, wat kun je eigenlijk allemaal op je pannenkoek doen? Buitenaard stroop. Alien keutels. Die zijn heel erg lekker zoet en intergalactisch. Dat is allemaal mogelijk, jongens. Dat is allemaal mogelijk. Nou, hopsakeetje. Wij hebben de volgende manager al aangenomen. We hebben onze eerste miljoen al. We zijn een buitenaardse miljonair, jongens. Kijk eens aan. De aliens die zullen jaloers en trots op ons zijn. Gok ik zo. Nou, laten we deze ook gelijk weer even upgraden. Hopsakeetje. Nu krijgen we in totaal, oh my gosh, bijna $10.000 per seconde. Van alleen al het eerste bedrijfje wat we op de maan hebben neergezet. Super tof. Super chill. En wat we nu dus eigenlijk kunnen doen, is we kunnen deze kopen. En we kunnen deze kopen. Dus wij hebben nu geopend. Wat is dit? Een soort van plantage. Ja, een legale plantage hoor jongens. Ouders die eventueel meekijken over de schouder van hun kinderen. Er is niks aan de hand. Het is gewoon een legale virtuele plantage. En hiernaast hebben wij... Ik weet niet wat het is. Het levert me wel 1 miljoen, bijna 2 miljoen per 45 seconden op. Dus dat is sowieso al heel erg mooi meegenomen. Maar wat het precies moet voorstellen, I don't know. Laten wij in ieder geval alvast weer even een nieuwe manager in dienst nemen. Misschien dat we er al wel 2 in dienst kunnen nemen, I don't know. We hebben namelijk 2,1 miljoen en ik geloof dat de eerstkomende manager die wij moeten kopen 1 miljoen kost. Dus we gaan het eens even checken. We gaan het eens even bekijken. Stel je nou eens voor dat ik gewoon een manager was van een restaurant of zo. Dat zou me super leuk lijken. Maar ook wel heel erg stressvol, want dat lijkt mij sowieso wel een van de wat... stressvollere banen. Als je bijvoorbeeld in een restaurant werkt en je hebt dan van die klanten die daar eten, die trouwens al het recht hebben om dat te doen, maar die dan 100 vragen stellen. Wat is dit? En als ik dit neem, krijg ik dan ook dit erbij? Of heb ik dan niet dit? Of heb ik dan dit door de helft en dan dit? En dan, dit is koud en dit is een beetje rauw en dit is niet goed. En ik wil dit en dit en dit opnieuw. Ik zou denk ik niet aankunnen. Ik zou volledig gestoord worden. In ieder geval 1,9 miljoen en, oh, jammer, 4,3 miljoen. Die kunnen we helaas nog niet in dienst nemen. Maar we zijn lekker bezig. We doen ons ding. Ik kan niet klagen. Laat ik het zo zeggen. Ik heb geen buitenaards klaagzucht. Dat mag ik denk ik ook niet hebben op dit moment. Kunnen wij alweer iets nieuws openen? Nee, nog niet. We hebben nog even geduld nodig. Wat is eigenlijk het duurste wat we hier kunnen openen? Dat kost 170 biljoen. Ik denk eerlijk gezegd dat we hier op de maan iets gaan kunnen doen. Wat op een gegeven moment het volledige dorpje wat we op aarde hebben goud gaat maken. Dat is wat ik denk. Not sure, is maar gewoon een beetje een conspiracy theory. Maar we gaan erachter komen, I guess. Kunnen we ook naar binnen hier? Ja, we kunnen gewoon naar binnen! Dat is zo dope!
Ik dacht in eerste instantie dat het zeg maar meer een beetje voor de show was. Maar je kunt er dus ook gewoon echt kijken. Oh, trouwens, toen ik net dacht dat die auto daar een trampoline was, dat is dus gewoon letterlijk de grootste onzin ooit. Maar dat is gewoon omdat we in de maan zitten. Dus iedere keer wanneer ik spring, ga ik gewoon super hoog de lucht in. 145 miljoen kost deze manager. Jij bent wel een dure rakker, hè? Wil je daar ook nog een schaaltje kaviaar bij? 145 miljoen, je bent helemaal gestoord. Ik weet niet wat je ervoor moet doen in het echte leven, maar ik denk een hoop. 145 miljoen, misschien aandelen in Google of zo. I don't know, het is een hoop. Even kijken, gaan wij... Ja, laten we even upgraden. Laten we sowieso deze even upgraden. Daar pakken we nu 80.000 mee elke 2 seconden. Nou, hier ga ik het niet eens over hebben. Dit is ook alweer 10.000 elke seconde. Dus we zijn super lekker bezig. En we hebben dus eigenlijk gewoon even geduld nodig. Ah, deze zouden we... Oh nee, laat maar, dat is die miljoen. Sorry, ik wou weer de fout maken dat ik dacht dat het miljoen was. Nee, we zullen nu gewoon even alles moeten upgraden. En eigenlijk gewoon een hele hoop geduld moeten hebben. Alleen, ik vind het gewoon nog steeds zo raar. Er is hier wel een winkel op de maan. Maar op een of andere manier krijg ik hem maar niet open. Misschien als ik er tegenaan ga staan. En dan de winkel open, dat het dan wel werkt. Zullen we dat gewoon eens proberen? Nee, dat werkt niet, helaas. Ik kan wel dit kopen. Dan heb ik nu 27 keer 12,5 miljoen. Is mogelijk op zich. Maar ik kan ook dit kopen. Dan heb ik een hogere productie op de maan. Dat is ook mogelijk. Maar wat misschien ook wel leuk is om te doen... Ja, ik wil dit eigenlijk een keer proberen. Voor 80 Robux. Dat ik dan één dag in de tijd ga. Zullen we dat eens gewoon proberen? Eigenlijk is dan gewoon het tijdreizen mogelijk door middel van Robux. Dat is best geinig. We gaan het gewoon doen. Ik heb nu 14,5 miljoen. En nu heb ik 27 miljoen. Ik ben van miljonair naar biljonair gegaan voor een mini-investering. Oké, dan super chill. Dit is... Oh ja, tuurlijk. Dat is wat we de vorige keer ook deden. In de voorgaande video deden we dat ook. Maar dan op de aarde. En toen zat ik ook echt zo met mijn handen in het haar van... What have I done? Wat is er gebeurd? En nu heb ik dat dus eigenlijk ook op de maan verricht. Hetzelfde grapje heb ik hier ook uitgehaald. Maar goed, ik ga de volgende video... Zullen wij proberen om binnen de volgende video een wereldrecord neer te zetten? En zullen wij dan kijken of we de allerrijkste op aarde, wou ik zeggen, op de maan kunnen worden? Like als jullie dat willen. Dat gaat me dan waarschijnlijk wel een hele hoop Robux kosten. Maar het lijkt me wel super dope. Dus like als jullie dat willen. Bedankt voor het kijken. Als je wordt YouTuber, abonneren kan geheel gratis hier beneden onderaan de video. En als je op de abonneerknop drukt, dan verandert die van kleur. Tot de volgende keer. Jullie zijn baas. En als je liked, hoor je bij de Like Army. Adios.